Loppen Benny, loppen Benny, Benny, loppen Benny, Benny, ja. Benny, Benny, Robin, Benny, Benny, ja. Beste kijkers, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Thuis bij Robin Benny. Benny, zit de deur op slot? Ja, Rob, de deur zit op slot en ik ben helemaal klaar voor de eerste aflevering van 2010. Het jaar waarin we het helemaal anders gaan doen. Inderdaad, want Thuis bij Robin Benny wordt sneller, jonger, strakker, hipper en frisser. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Nou Benny, vandaag gaan we een cursus zelfverdediging volgen. In een steeds meer verhardende maatschappij is het namelijk van belang dat je weerbaar bent. Ben je dat niet, dan komt er een dag dat je lichamelijk, geestelijk of gewoon volledig kapot gemaakt wordt door een op dit moment onmogelijk exact te definiëren extern gevaar. En dat is vet aan relaxed en fucking random. Precies, let's go! We zijn hier in de dojo van een voormalig wereldkampioen in de gecombineerde Oosterse vechtkunst. Grootmeester Kajol zal ons hopelijk genoeg leren om ons weer helemaal veilig te voelen. Zelfs in donkere steegjes op onchristelijke tijdstippen. Oh kijk, daar is hij al. Kai! Kajol, leuk dat je er bent. Vertel eens. Is het niet vet moeilijk om zo naar een zwarte band te halen? Maar Kyle, heb je al zijn gevecht verloren? Hey, Kyle! Probeer de situatie altijd eerst op te lossen zonder geweld. Hulp! Hulp! Nee, niet doen! Ah, ik ben hier niet van gediend. En als dat niet lukt, zit er maar één ding op. Hala! Benny! Benny, nee! Haha, klein mannetje, nu ben je van mij. Wat? Wat? Hoe kan dit? Benny, gaat het, Benny? Benny? Sorry, man. Gaat het, Benny? Oh, ja. Nou, Benny, ik weet niet hoe het met jou zit, maar
voor mij was dit wel weer genoeg avontuur voor vandaag, of niet soms? Ja.